morgen, schat. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, we gaan niet naar Amerika. Nee, nee, nee. Helaas, dat is nog steeds op slot. Helaas. We hebben wel iets anders gevonden. Wat dan? Oliva Paribas. Bonjour, madame et messieurs. Je mange. Wat we doen? Het gaat niet goed. Chantier heeft een lekker bakkie met waterbloem voor ons gesneden. En nog allerlei andere provianten. Dus wij zitten heel de treinrijden alleen maar te vreten. Tot over de bondkapjes nu. Nee, dat scheelt. Bienvenue à Paris, chérie. Lekker met le pluie. Het regent. Heel vies. Ja, heel vies dit. Kijk. Hallo vrienden, even een korte update. We zijn in Parijs, op het metrostation al. En we hebben net zelfs in het Frans beantwoord dat we gevaccineerd zijn en zo. Het was allemaal heel erg cool en knap van ons. En nou, kaartjes gekocht en alles. Dus we gaan nu gauw naar het hotel en gauw het mondkapje op, want anders krijgen we op onze kop. Wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben even aan het kijken waar we heen moeten. Ik vind dat je even je kapje af mag als je aan het praten bent. Nou, wij zijn dus aan het kijken op de kaart waar we heen gaan. Ja. We hebben ook een app hoor, niet daarvan, maar... We willen wel een beetje Emily in Paris zijn. Heel erg leuk. Laat maar zien, waar zitten wij? Nou, we zijn dus nu van hier van Gare du Nord naar Strasbourg Saint-Denis. Ja, oh wat goed meid, ja. Goed, ik heb het opgelegd. Croissant. Ja. Kijk, en dan gaan we hier naar Madeleine. En daar zit ons hotel bij Champs-Élysées. Oh wat goed. En vanaf ons metrostation kunnen wij naar de Sacré-Cœur. Oh, wat top. Top, hè? Ja. Dus we zitten leuk. Helemaal goed. Ja. Onze eerste stappen in Parijs en de zon schijnt. Even het hotel zoeken. Nee. Oh, we mogen overstikken. Wat? Wat zei je? Nou, het is hier. Hier is het hotel. Ja. We zitten in een hele chique ruimte. Nou, wat cute, joh. Nou mensen, de kamer was nog niet klaar, dus we hebben de koffers achtergelaten en we gaan eten. Nu... Ja, ik heb echt honger. In ieder geval lekker de stad in. Oh, heerlijk, we zijn er gewoon. Yes! Hallo vrienden, we zitten bij Café Fufu. Marjolein die heeft een lijst gemaakt van ik denk wel zonder te dollen 100 restaurants. We zijn hier 4 dagen, dus wij hebben het gewoon heel erg druk hier, dus maak jullie geen zorgen. We gaan toch 30.000 stappen per dag zetten. Het komt helemaal goed. En we gaan lekker bestellen, want het is echt zo'n hipster Insta-restaurantje, denk ik. En gezond. Ook nog gezond. Oh, dan ga ik weg. Dus we gaan lekker eten en natuurlijk even wat foto's maken. Kijk, dat kind zit helemaal blij te kijken naar de broodje. Dat is wel leuk. De pancakes, dat is een beetje karig, denk ik. Maar misschien is het hartstikke lekker. En dan gaan we gewoon weer ergens anders eten. Ja, precies. Ja. Ik zit hier lekker met mijn paraplu aan tafel. Het is zo droog. Het is heel erg nat nu. Oh, is het zo droog? Ja. Oh, nou oké. Okay. Jij het zegt. Hoi vlog. Hoi vlog. Nou, mijn pancakes, de smaak was op zich zo super lekker. Zo dat Frans lekkere zoetigheidje. Maar... Dat gerechtje sloeg ze natuurlijk verder nergens op, dus ik heb eigenlijk nog niks gegeten. Dus we gaan een crêpe halen. Gaas. Oeh. Dames en heren, we zijn uitgestapt bij Excuse My French, maar... Jardin de Tulier. Geen idee of ik dat zo zeg. Vast niet, gaat mijn moeder weer klagen. Love you mom. Maar, kijk eens wat er zijn. Oh, dan kan ik het precies niet zien. Hold up. Ja, daartussen. Tussen die twee dingen. De Eiffeltoren. Mesdames et messieurs. We gaan een crêpie en een colaatje. En wij gaan lekker even genieten van de zon. En de bewolking
wordt al minder, dus ik denk dat het zonnetje nu blijft. Wij gaan even lekker genieten. Oh. En als je die kalkje dan helemaal uitloopt, helemaal tot het einde, dan kom je bij Loeve. Welkom. Dan moet je natuurlijk even zo. Ja, dan moet je heel goed zoeken. Ja, ja. En dan? We hebben het er net over dat het best wel druk is. Kijk, er zijn allemaal mensen hier in de rij voor het Louvre. Dus dat betekent dat ze ofwel al 7 dagen volledig gevaccineerd zijn. Of gewoon allemaal een test hebben gedaan. Want dat moet overal eigenlijk voor. Tenminste, musea, restaurants? Nee, dat is vanaf 1 augustus. Oh, dat is vanaf 1 augustus. Nou, dus het is nu 25 juli, dus... Ja. Maar wij zijn helemaal volledig gevaccineerd. Oh, Champs-Élysées. Even lekker een loopje doen. En een beetje shoppen. Maar, wat moet je zeker doen als je op de Champs-Élysées bent, is zeker stoppen als er ook licht is. Oepsie. Nou, de regen over. En nummer 2 is... Oh, nou dan gaan we ook lopen. Nummer 2 is macarons halen bij La Durée. Ja, want ik heb al weer trek. Luister. Wij gingen altijd in Antwerpen. Mijn familie komt uit Antwerpen. Dus wij komen daar heel vaak. En daar stond ook altijd een La Durée. Dus de reden we altijd net even om daarheen te gaan. En op de een of andere dag was hij gewoon ineens vertrokken, de La Durée. Dus is het er gewoon niet meer. Oh, maar hij zit natuurlijk in Parijs wel. Dus ik ga inslaan voor de hele fam. En een beetje meer voor onszelf. Hey, we zijn in de Sephora. En kijk eens wat ze hebben. Mijn favoriete concealer. En die hebben ze alleen in Amerika. En blijkbaar ook in Parijs. Yes. Wij hebben allebei een beetje last van ADD-trekjes. Dus we waren weer even onderweg afgeleid. Maar, nu echt. La Durée. Het zonnetje schijnt. De Arc de Triomphe is er klaar voor. En wij ook hoor. Kijk, je kan je alvast een beetje kijken wat je wil. Een doosje van 20 is maar €45,60, weet je? Ja. Nou ja, weet je, wij beginnen maar even met 12 voor vanavond. Hihi. Zo lekker. Oh. Voor 12 macarons, hoeveel hadden we betaald? 30. Lekker, we gaan nu alvast eten. De Arc de Triomphe staat in de Sterrenhuis. Wat zit hier te lachen, ratatouille? Oh my god. Wat? Oh shit. Dat is letterlijk au soleil en sous la pluie. In de regen, ja, het regent wel een beetje af en toe, maar maakt niet uit, we zijn op ingesteld. We gaan ervoor en we gaan even kijken, want we gaan nu even terug naar het hotel. Want daar zijn we natuurlijk nog niet geweest, dus gaan we even dat checken. Dus stay tuned voor de route tour. Ik krijg even helemaal Amerika vibes, kijk waar we zijn. Hallo, we hebben een gratis upgrade gekregen naar een kamer die dubbel zo groot is met view. Dat had ik bij booking.com kan je zo'n berichtje achterlaten. Dus ik had gezet, a nice room with a nice view for 2 best friends. Dus dat hebben ze gedaan. We gaan het zien. Kom maar mee. Nou, gast. Let's go. Wow. Is het goed? Oh, cute. Maar oké, als deze dubbel zo groot is als die ander. Ja, sliepen we in een stapelbed dan? Nee, oh. Dit ziet er netjes uit. Ik ga even mijn spullen pakken hoor, want... Netjes toch? Weet je hoe chill dit is? Wat? Een spiegel met lamp en een stopcontact. Oh mooi. Voor de krultop. Oh ja, gaan we lekker onze haren krullen. We gaan lekker in bad. En helemaal netjes. Het is echt heel netjes. Oh, nou we hebben zelfs een toilet. Kijk, zeg ik. Het is maar goed dat ik gewoon lekker mijn eigen hangers mee heb genomen. Want ze zijn niet genoeg. Oh nou, toppie. Vind je dat ik er lang over doe om klaar te maken om deze video op te nemen? Ik heb zo mooi. Dames en heren, moet hier even de tijd voor nemen, want we hebben wel voor dit gewoon €33 betaald. Ah. Dit is een mooie strik. Dit is gestrikt door een man in de winkel. Je moet even de tijd voor nemen om dit even te aanschouwen. Oké, okay, ja. Trek maar open hoor, meid. Nou, dit strikje ga ik bewaren ook. Nou, dat wil ik dat net zeggen. Dat hebben we gewoon, ik denk dat dat €8 kostte, dat strikje. Oh my gosh. Nou, heerlijk. We hebben citroen, roos, lavendel,
pistache en hibiscus en fleur d'oranger. Ja. Heerlijk. Nou, pak er maar een. Ik wil deze. Dus okay. Cheers. Mm. Lekker dit. Dit is echt heel goed. Heerlijk. Je moet echt elk hapje even zo goed op je laten inwerken. Dit is echt fantastisch. Even wat genieten. Heerlijk was die. Gaan we nu verder met citroen. Oké. Ja. Waarom heb jij zoveel schoenen meegenomen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paar? Ja, maar ik wil graag kiezen. Nou, dit is dus trouwens de view die we hebben gekregen. Zo, oppassen dat ik niet mijn telefoon laat vallen. Want zijn verhogen is best hoog. Nou, cute hè. Dakjes. Zo'n Parijsig viewtje toch? Helemaal leuk. Hey vlog. Hey. Wij hebben ons een beetje opgefrist. Ik hoop dat jullie dat ook kunnen zien. En we gaan... We zaten even te twijfelen waar we nou gingen eten, maar... We denken dat we gewoon even nu lekker de metro pakken richting Montmartre. Bij de Sacré Cœur. Want dat is een heel gezellig wijkje. Dus dan vinden we vast wel een gezellig restaurantje. Misschien gaan we zelfs naar een restaurantje waar ik vaker ben geweest. Maar we gaan er gewoon even heen. Ik weet niet of ik het al gezegd had, maar we hebben dus een app gedownload. Van Paris Metro. En dan kan je dus invullen punt A naar punt B. En dan zegt hij hoe je en welke metro je zo moet pakken. Echt top. We hoeven niet meer altijd op de kaart te kijken. Ik ben echt expert nu ineens in de metro. We zijn net uitgestapt bij metrostation AB6 of zoiets. AB6, whatever. En er zijn heel veel mensen naar de lift gaan, maar wij dachten, nou, we gaan niet met de lift. We houden allebei niet zo van liften. Nou, komt er toch ineens een trappartij? Alsof we, weet ik veel. Ik wil zeggen, de Tour de France hebben gefietst, maar die hebben geen trappen, misschien wel. En nu zijn we dus in Montmartre. En dan moeten we weer met een trap omhoog. Oh, God sta ons bij. Ja. Dit is dus normaal de lift. Die kan je helemaal naar boven. En hier komen we aan. Oh mijn god, mijn adem. Nee, dit is niet. Ja. Dit is zo mooi. Kijk hier, oh mijn god. Kijk hier, hoe mooi. Deze heilige bootjes ga je even de kerk in. We waren lekker aan het lopen en toen zag ik ineens het restaurant wat ik herkende van de vorige keren. Kijk hoe leuk en een gezellig straatje zo. Een lekker burrata salaatje als bifortje. Eet smakelijk. Zo, als jullie even lekker deze knoflookgeur konden ruiken, dan... Oh, oh, oh. Hadden jullie allemaal het loodje gelegd. Lekker! Jij vanavond naast mij slapen. Ja, lekker. Top. Ja, je bent natuurlijk niet in Parijs, dus niet heel even een poging doet om dit te passen. Ja, dit gaat mis. Ik zie dit al. Ja, maar dat ding zit ook vast. Oh, dat zit vast. Ja. Hé? Nou, we moeten het even... Nee, we moeten het even beter doen. Ga even maar naar de spiegel, jij. Ik heb even... Spiegel. Ja, dit is leuk. Leuk dat ding ook zijn. Ja, schat, ik wil me ook eerst even passen voordat ik zoiets ga aanschaffen. Want... Nou, daar gaat de volgende. Ik weet niet, hoe heb je dat gedaan? Ja, je moet dat ding naar achter, ja.
Waarom staat dit jou gelijk al iets beter dan mij? Ik heb eigenlijk een te klein hoofd voor zo'n ding. Is dit de manier? Ja. Baguette. Ja, leuk. We gaan het doen. Ja? Ja, dat is leuk. Ja, het is 2 voor 5 euro. Ja, oh ja, voilà, 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 voilà qui je suis. Baguette au fromage. En I ran off from French words. Ja, dag. Bye. Ook uit Engels, dus blijkbaar. Ja, we zijn onderweg naar het hotel. En we gaan daar lekker macarons eten. En we hebben maskertjes gekocht bij de Sephora vanmiddag. Dus we gaan lekker maskertje doen bij de avondje. Ik ga even kijken wat er van deze vlog is gekomen. Heel veel, denk ik. Ja, even kijken hoe lang die is en of ik hem al ga uploaden vanavond. Je hebt dat mondkapje nog. Irritant. Zo. Oh. Nou ja, laat maar. Lieve dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie leuk vonden. Abonneer op het kanaal en even de video liken. En say fromage. Nou, we blijven nog... Morgen hebben we nog een hele dag. Ja. Dan nog, daarna nog een hele dag. En dan die dag daarna gaan we pas 's avonds naar huis. Dus er komen nog een paar Parijs vlogs als jullie dat leuk vinden. Dus let us know. Bedankt voor het kijken. Doei. Doei.